Heel goedemiddag. Wij rijden zoals jullie nu weten zondag het BK Gravel. De benen zouden in orde moeten zijn. Het parcours is bekend. Wat kunnen we nog doen dan? Vandaag gaan we de puntjes op de I zetten, Bavo. We gaan technische skills bijleren voor jou. En we gaan ook kijken hoe we met ons materiaal nog beter kunnen omgaan. Daar zijn ze, de man. Goedemorgen. Yo, yo. Yo. Merci om even tijd te maken voor ons. Ik denk dat jullie tips goed gaan kunnen gebruiken. Ik hoop het, want misschien kunnen wij ook iets van jullie leren. Vraag maar, geen probleem. Eerste vraag die we hebben, wat voor fietsen moeten we hebben? Ik zou om te beginnen aan de start staan met een propere fiets. Ja, dat is nu niet het geval. Ja, sorry, maar ons paalt echt geen tijd gisteren. Ja, ik ken het. Dat is geen excuus, jongens. Nee? Ah, sorry. Even serieus, welke fietsen hebben we nodig en waar liggen de verschillen? Ja, er zijn drie typen fietsen eigenlijk mogelijk. Hè. Je hebt een crossfiets, waar ik mee zal rijden. Hij rijdt met een gravelfiets. En ik denk dat er ook nog wel wegfietsen op de markt zijn, waar dat, er een bredere band in past. Een gravelfiets is iets langer, is iets relaxter. Een crossfiets is veel explosiever, veel vinniger, om in die bochten ook echt heel fel te kunnen aanzetten. Dat is eigenlijk het grote verschil. De geometrie van de fietsen is anders. En het materiaal dat wij hier voor handen hebben, kunnen we daar ons plan mee trekken? Gravelfietsen, absoluut. Die zeker zondag echt hun dienst gaan doen. Dat zit al goed, hè? Yes! Ik denk dat dat het grootste discussiepunt zal zijn in elke gravelwedstrijd. Ik ga opteren voor een 36. Ik heb verkend 2-3 keer. En ik vind dat overal nogal ja, echt snel bollende stukken zijn. Wat dat, volgens mij, ik met mijn techniek ga moeten proberen sparen in de bochten en het moeten hebben van een heel snel rollende band. En dat zal dan waarschijnlijk de hubless zijn, ja. Profiel pak je? Ik heb geopteerd voorlopig onder voorbouwd voor echt een full slick. Dat is eigenlijk een beetje zo'n strade-band. Ja, je hebt iets minder comfort in een bocht. Je voelt dat hem af en toe iets sneller wegrolt. Ik heb ook misschien nog te weinig ervaring in die gravelwedstrijden om echt volledig achter mijn besluit te staan. Je weet dat zondag al is, hè? Ja, absoluut. Ja, het kan zijn dat ik nog switch. Ik hoop gewoon dat ze niet door de bochten gaan gaan, gelijk dat in een cross gebeurt. Seintubes heb ik mee verkend ook. Het bolt gewoon geweldig. Het reageert zoals ik gewoon ben van in een cross. Het is alleen iets breder. Het nadeel is, ja, ze zijn iets fragieler, hè, die zijkant. Ik denk als je daar een scherpe steen mee meepakt, snijden gewoon iets sneller open dan een iets stuggere tubeless band. En als je lekker uit is het gedaan. Hè? Ja, ik heb er wel melk in laten doen. Ja. Dus ik heb er wel melk in mijn tube laten doen, dat toch nog misschien iets kan redden. Voor kleine naaltjes. Ja, klopt. Maar als ze natuurlijk aan de zijkant openscheurt, dan is het gedaan. Ja, voor jouw stoere afdaling, Bavo, met die zijkanten, ik denk dat je een tube openscheurt. Maar de vraag is natuurlijk ook, als je met een band rijdt, Bavo, ga jij dat zelf kunnen herstellen? Het zou voor u ook wel eens game over kunnen zijn met een band in plaats van met een tube. Ik denk dat hij mij onderschat. Ja, hij is echt. En zondag is het nog niet daar, Sven? Ik bedoel, we hebben nog een dag en een half om... Dus jij gaat morgen een hele dag banden vervangen. Ik heb wel een zakje mee waar dat een toolken in zit om dingen op te lossen. Als er iets gebeurt, zadel dat zakt, stuur dat geklonken is, dan is dat wel handig. Ja. En langs de andere kant, gewoon heel simpel, een latex binnenbandje. Deze zijn tubeless gemaakt, daar zit melk in. Stelt u voor dat ik lekker rijd. Ja, dan moet ik gewoon een binnenbandje steken, pompen en klaar. En de tussenoptie pluggen pak jij niet mee? Ja, nee. Ik heb een plug mee. Ik denk dat dat een beetje het ding is wat ik ga meepakken. Gewoon een bommetje met een plug, opzetstukje. Dus dat is eigenlijk een plug. Wat dat eigenlijk, ja, het concept is eigenlijk dat als er een gat in een band zit en je vindt hem heel snel, je hoort hem ook leeglopen. Ja, dat je die pin er eigenlijk induwt en dan... Ja, het zit daarin. Dicht dat eigenlijk met een soort... Ah, dat is nog kleiner. Ja. En dan kun je het natuurlijk nog bijpompen met een bommetje als dat nodig is. Ik als crosser zijnde zie dan direct de mogelijkheden dat je hier hebt om hem iets anders te gaan aansnijden dan gewoon het pad te volgen. Hè. Je ziet dat de ondergrond hier veel donkerder is, iets meer zand, een beetje natter. Daar ga je veel meer grip hebben dan op die stenen. Dus je kunt hem al iets breder een bocht gaan aansnijden waar je veel meer grip hebt om hem dan misschien al kort tegen die paal over het gras te gaan afsteken. Oké. Dat pakt je band veel meer in. No matter wat profiel dat je hebt. Als zo'n stenen, dat je nog wel rap weg bent. Ja. Okay. Snapt het, Bavo? Ja. Gaat je proberen? Ja, is goed. Adieu,
Ja. Tijdens de koers moeten we natuurlijk ook eten en drinken. Wat en hoeveel neem jij mee? Het gaat cruciaal zijn, hè. Ja, misschien niet veel tijd hebben om veel naar je zakken te grijpen. Ja, ik denk dat het vooral op Shell zal te doen zijn. Dit is nu wel een bar dat je heel gemakkelijk openklopt op je stuur. En misschien een hoge dosering in je drinkbus. En ja, je probeert toch op een honderdtal gram koolhydraten te zitten. Heel belangrijk is dat je weet hoeveel energie dat je in je drank hebt zitten. En dat zorgt er dan voor dat je dat aanvult met een gel of een koek. Maar hoe hoger de intensiteit, hoe moeilijker dat gewoon ook is om die koek te verwerken. Zeker op een off-road strook, want ja, je moet je stuur vasthouden. Dat is niet zo evident. Dus een gelke dat is rap opengetrokken, binnengeknepen en weg. En wat dat ook heel belangrijk is, denk ik, en dat vergeten sommigen nog wel eens, op de weg hebben we daar ook totaal geen problemen mee, maar zorg ervoor dat je een keer test hoe gemakkelijk en hoe moeilijk dat die bidon in en uit uw houder gaat. Want de minste put die je tegenkomt, Parijs-Roubaix toestanden, hebben dat ook heel vaak. Je ziet dat dan wel gebeuren. Het is ook gevaarlijk. Maar je kunt dat bijvoorbeeld oplossen door daar een extra tapeknaal te doen of zo, zodanig dat dat moeilijker is om die bidon daar in en uit te doen. Dan gaat ze zeker niet verliezen, want als je die kwijt bent, dan gaat je energie natuurlijk ook niet kunnen halen. Ja. Jullie hebben een voorradingszone met de ploeg, maar je hebt verschillende renners, hè? Ja. We hebben op de grote lus één bevoorradingszone, waar dat je geen wielen mocht wisselen bijvoorbeeld, maar wel drank en een gelke eventueel aan de bidon doet. En op de plaatselijke ronde heb je ook nog eens aan de finish eentje en 10 kilometer verder nog eens. En daar gaan we iedere keer wel mensen hebben staan. En die mensen, hoeveel renners kunnen zij zo aan? Ik bedoel, is er ruimte voor bijvoorbeeld 2 extra renners te bevoorraden? Ah, oké. Normaal moet dat wel lukken. Daar gaan we het nog eens moeten in over onderhandelen. Ik ga misschien van afhangen hoeveel tijd dat ertussen, ertussen zit. <hoor. laughs> Ja, we gaan ons niet mogen haasten, hè, Bravo. Bavo, ga hij die boel een keer een hand geven, want... Nee, zo... maar, ja, maar dan hangt hij zelf vol bloed. Ja. Ik denk dat hij beter tips aan mij vraagt, maar ja. Ik ben nog niet op mijn bek gegaan. Het verkeerde bandenprofiel. Ja. We hebben ons lesje geleerd. Dus je bent waarschijnlijk niet meer in twijfel over het profiel van... Nu misschien nog meer. Nee, ja. Het probleem is, als er iemand voor u zit die niet zo capabel is, dan moet je kunnen corrigeren, nee, blijkbaar. Dat is iets wat wij heel veel gaan voor hebben in die wedstrijd. Er gaat gewoon heel veel gecorrigeerd moeten worden. En met dat profiel van banden dat ik krijg, ik vind er precies niet heel veel voor nodig. Oh, het komt er gewoon op neer. Ik reed heel rap door de bocht. Ja. En jullie zaten op de linie. En hier. Sorry. De papa heeft al een keer bewezen. En ik hou er wel van. Hier. Wat doe je als eerste als je valt? Zet je handen. Laat eens zien. Ja. Patat. Oei. Jullie doen dat misschien. Ik maak mijn rol, hè. Mijn judo rol. Je gaat altijd ergens je hand zetten. Ik ga altijd zo. Judo? Ja. Oké. Okay. Maar ik ga toch mijn handschoenen rijden. Mannen, dikke merci voor alle tips. Ik hoop dat ik het tot een goed einde breng. Bert ook natuurlijk. En vooral jij ook, Thibaut. Welke ambitie heb je? Ja, heel moeilijk. Ik heb het net ook al gezegd. Ik weet echt gewoon niet wat ik ervan kan verwachten. Rijden wij na een half uur nog met 10 man in een groep? Ben ik al gelost? Dan zit ik ergens... Door een fout rond de 50ste blijven wij met een heel groot peloton samen. Ik heb gewoon echt geen idee wat ik ervan kan verwachten. Dus maar weet, Babel komt altijd achter. Ja. Ja, het trekt 2 minuten na u, dus je hoeft niet alleen binnen te komen. Ja, dat is waar. Nee, ik ga me gewoon amuseren. Het echte werk begint volgende week in de cross. Pak wel een regenjasje mee, want dat kan lang duren. Voor Ben, wij gaan de jongens de fietsen poetsen, zeker? Ja, dat gaat waarschijnlijk weer het geval zijn. Ik zal ook de jongens de fietsen poetsen. Okay. Merci, jongens. Jullie bedankt, hè. Succes. Als we nu niet klaar voor zijn, dan weet ik het ook niet meer. Klaarder dan we nu zijn, kunnen we niet zijn. Nee. Jij hebt ook nog een kleine aankoop gedaan? Ja, ik vond als die Bonijs valt en ik zelf niet schuif, moet ik misschien wat minder in profiel en Thibaut misschien wat meer. Voilà, ik ben benieuwd naar wat dat dan gaat rijden zondag. Ik ben ook benieuwd. Onze dag zit erop en we zien jullie heel graag zondag op het parcours van het BK Gravel. Nu alleen maar stress krijgen. Tot zondag. Ciao, hè.